Huawei heeft de laatste jaren hoog ogen gegooid met de P-serie. Vooral de P20 en P30 waren een groot succes. Nu is de beurt aan de Huawei P40, P40 Pro en de P40 Pro Plus. Het werkgeheugen is 8 GB groot en je kunt dan 256 GB kwijt in het interne geheugen. Het toestel heeft de eigen Kirin 99 chipset onder de motorkap liggen en de accu is 4200 mAh groot. Ook het design van de Huawei P40 Pro mag er zijn. De achterzijde is van glas en heeft een mooi frost effect. Het toestel is ronder dan de Mate 30 Pro en heeft een flinke camera unit aan de achterzijde. Het AMOLED display van de Huawei P40 Pro is 6,58 inch groot en je kunt schakelen tussen een refresh rate van 60 en 90 Hz. En dat zal vooral de gamers aanspreken. De randen rondom het scherm zijn erg smal en lopen aan de zijkant af, waardoor het lijkt alsof het een randloos toestel is. Aan de voorzijde heeft het toestel een flinke uitsparing in het scherm. Daar zien we een 32 megapixel selfie camera en een ToF camera. Daartussenin zit een infrarood camera die moet zorgen voor een betere gezichtsherkenning. Ook de vingerafdruksensor die onder het scherm ligt is weer verbeterd en nog steeds razendsnel. De UI van Huawei is bekend, maar is wel een groot verschil met zijn voorgangers. Dit toestel maakt gebruik van HMS en de App Gallery. In deze App Gallery staan al vele tienduizenden apps en natuurlijk ook de vier belangrijke eigen Huawei apps. Huawei Browser, Huawei Cloud, Huawei Muziek en Huawei Gezondheid. Maar het draait natuurlijk vooral om de camera's van dit toestel. Aan de achterzijde zien we een 50 megapixel hoofdcamera, een 40 megapixel groothoekcamera, een 12 megapixel periscoopcamera en een ToF. De door ons geteste Huawei P40 Pro beschikt over 10 keer optische zoom om alles wat ver af is dichtbij te halen. Ook de slow motion functie heeft een upgrade gekregen en kan nu gebruik maken van 7680 frames per seconde. En dat is heel erg langzaam. Verder beschikt de P40 Pro over 40 watt draadloos laden, 5G en is het toestel waterdicht volgens de IP68 normering. De P40 Pro kost €999 en ligt vanaf 7 april in de winkels.